Goeie, ik ben Jelte Bakker. Ik heb een melkveebedrijf in Ginnem met mijn vrouw Thea en dochter Wieke Marije. We hebben een melkveebedrijf met 180 koeien, 50 schapen en bijbehorend jongvee. Het voorjaar staat bij ons helemaal in het teken van weidevogels. We beginnen in februari met het uitrijden van vaste mest, 10 tot 15 ton per hectare. Daarna zetten we het waterpeil omhoog, wat allemaal een gunstig effect heeft op de aantrekkingskracht van weidevogels. De percelen met uitgestelde maaidatum, daar proberen we zoveel mogelijk omheen te weiden. Dat het, de groeitoes met kuikens allemaal in het voorgewijd gras kunnen lopen. Vliegjes en insecten zitten allemaal op het voorgewijde grasland. En daar moeten ze eigenlijk naartoe gaan. Een groeitoekuiken, dat heeft, de eerste dag heeft het eigenlijk al 2000 insecten nodig. En als ze een week oud zijn, hebben ze 9000 insecten nodig. Dus die vind je niet op allemaal kaal diploïd of tetraploïd grasland. Er moeten kruiden in zitten, moeten bloemen in zitten. Want hoe dikker de insecten, hoe sneller de kuikens kunnen groeien. Want de groeitoekuiken moet eigenlijk in 25 dagen vliegvlug zijn. En daar proberen wij ze zoveel mogelijk mee te helpen in het voorjaar. Maar we moeten ook om onszelf denken. We kunnen niet alle grasland aan de vogels besteden. Dus we hebben ook percelen op afstand. Dat maaien we wel zo vroeg mogelijk. Andere percelen van uitgestelde maaidatum, dat proberen we te hakselen. S'morgens te maaien en s'middags te hakselen. En daar komt de tweede snee overheen. En dan kom je eigenlijk op een lasagnekuil van 850 fem. En daar moeten wij mee melken en daar kunnen we heel best mee uit de voeten. Dan heb je gezond voer, veel structuur erin en de koeien doen het er eigenlijk ook heel best op. En op het eind van de rit heb je ook nog veel weidevogels. Wat we hier laten zien op een gangbaar bedrijf, dat je met veel passie en beleving veel kunt bereiken qua vogelstand. We hebben hier nu 100 broedparen van verschillende weidevogels en met gigantisch veel passie. En dat willen we laten zien en dat willen we uitstralen over de rest. Dus het is bij iedereen mogelijk. En dat wil ik zeggen, stem op ons. Want we houden van de weidevogels en die moeten in stand blijven.